Dan moet je een goed gevoel geven, scoren. Ja, ja, na lang weer eruit zijn geweest helaas, weer scoren, is wel heel fijn. Maar nou ja, dat we hier weer winnen, dat is het allermooiste. Dat is het allermooiste. Ja, lang eruit geweest, je bent weer op de weg terug. Hoe voelt het? Ja, nou ja, je bent voetballer, je bent liefhebber. Dus om op het veld te staan is het leukste wat er is. En vooral wedstrijden. Dus nee, ik ben echt heel blij om er weer te zijn. En niet hier op de tribune te zitten om te moeten kijken. En dat je niet mee kan doen. Dus ik ben heel blij dat ik er weer ben. Ja, je zit wel grotendeels natuurlijk op de bank. Hoe is dat? Want er is ook veel concurrentie. Ja, natuurlijk. Concurrentie hoort erbij. Maar nou ja, dus soms is het lastig. Maar als je erin komt, moet je je kansen pakken. En dat probeer je elke keer zo goed mogelijk in te vullen. En nou ja, nu is het met een goal, dus dat is mooi. Maar hopen deze lijn door te trekken. Maar inderdaad, er is veel concurrentie. We hebben veel goede spelers. Dat maakt denk ik ook waar we staan nu. En nou ja, we hebben met het team één doel en dat is promoveren. En ik denk dat we daar nu heel goed mee op weg zijn. Ja, dat denk ik ook. Hè. 6 punten los van de nummer 2 en daarna zit er een groot gat. Dus promoveren moet er wel in zitten. Ja, dat is altijd lastig om te zeggen, maar nee, dat is wel een doel. Dat is wel een doel wat we hebben en ik denk dat we er heel goed voor staan. En het is aan ons om elke week gewoon weer te laten zien dat we terug in de Eredivisie horen. En ik denk dat we daar heel goed mee bezig zijn. Ja, en je bent zelf ook weer goed bezig. Op hoeveel procent zit je, als je het in procenten kunt uitdrukken? Zou je bijvoorbeeld 90 minuten kunnen maken? Ja, daar had ik net ook een vraag over. Ja, vind ik lastig om te zeggen. Want de ene keer denk je van ik zit er lekker in, laat me maar staan. En de andere keer denk je van poeh, mijn lichaam vindt het mooi geweest. Dat zou ik niet durven zeggen, maar ik denk dat ik een eind kom. Ja, maar nu kom je erin. Dat is toch anders dan beginnen en een uur maken, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Maar invallen is ook niet heel makkelijk. Want dan moet je in één keer in het hoge tempo mee. Soms is dat ook lastig, maar nee, ik denk dat ik een eind kom. Maar je hebt natuurlijk al wel gekeken van nou, daar moet ik spelen als ik erin kom voor hem. Dus ja. Dat zijn mijn tegenstanders, zo ga ik het doen. Ja, 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 daar heb je de tijd voor op de bank. En dus daar ben je ook al mee bezig inderdaad. En ik denk dat het vandaag goed uitpakt. Ja, en dan maak je een goal. Nou, dus moet ook een bevrediging geven. Ja, ja, klopt. Ja, het was een lange bal. Velios die zei al tegen mij, ik ga hem doorkoppen. Dus loopt daar maar heen en hij kopte hem door. En volgens mij, Lennart die legt hem perfect klaar. En ik schoot hem prima binnen volgens mij. Ja, dat zijn ook mooie goals. Mooie voetballende goals. Ja, 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 ja. Dus, ze ook wel een beetje op getraind, dus de lange bal op Velios, dat is wel een wapen, dat heeft trainer na de wedstrijd ook nog gezegd, dus daar moet je alert zijn als hij ze door gaat koppen en ik denk dat het ja, mooi uitgespeeld was. Ja, naast veel concurrentie op het veld, op de bank zit ook bijna een heel team wat zo kan invallen. Ja, ja, maar trainer maakt ook altijd duidelijk van iedereen kan spelen, dus iedereen moet scherp zijn, iedereen moet hard trainen en nou ja, dat is denk ik mooi. En, ook een kracht een beetje van dit team, denk ik. Dus nee, dat is mooi. Ja, nu moet je alweer heel snel scherp zijn, maar maandagavond wacht er weer een wedstrijd. Ja, ik hou er wel van, veel wedstrijden. En, dus nee, ik kan niet wachten. Lekker even trainen, herstellen en weer een wedstrijd. Dus dat vind ik het leukst. Ja, dan kun je wel weer aan. Ik ken je wel, heel. Blessurevrij helemaal? Ja. Ja, qua enkels gaat het goed. Gaat goed. Dus nu steeds meer minuten proberen te maken. Hè? Overtuigen, ja. Bij de trainer. Ja, 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 ja. Nee, dat moet je laten zien op het veld en op de training. En ja, daar ga ik hard mijn best voor doen.